Hoeveel kinderen heb jij al? Ik heb er al 6. 6? Geïnterviewd. Gewoon weer geïnterviewd? Okay. Ja. Nee, ik bedoel... En jij, hoeveel kinderen heb jij al? Ik heb er 7. Holy shit. 3 in Marokko, 2 in Tunesië en 2 gewoon hier in Nederland. Dus... Big family. Ja. Oh, die wil iemand. Yes. Oké, okay, ik moet weer gaan, jongens. Yes. Klanten wachten, hoi. Hoi. Bedankt. Hey, maar wel op YouTube. Zeg. Komt goed. Ja. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Vince. Ik ben Bryson en we zijn Halloween aan het doen in de zonderij. Yay. Kleine kinderen versminkt als enge mensen. Ik heb er zin in. En? Snoep. 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 Nee, het gaat mis. Gaat mis. Oké. Wat is nou zo leuk aan Halloween? Voor de kinderen? Eigenlijk de snoep. Daar loop ik voor mee. Snoep of niks. Snoep of doof. Mag ik snoep? Nee. Ik ben een beetje oud, hè? Kijk naar deze jongens. Ik ben 8. Mag ik nu wel snoep? Maar pas op! Ik schrok me de... Ik heb een snoepje. Mijn kutkinderen die door frame lopen. Laten wij verder gaan. Slang! Yeah! Oh, er staat een bord van het raam. Wow, film hem eens, hij lijkt op Marnix. Doe eens hem filmen. Je lijkt op iemand die behind the scenes dingen doet. Daar lijk je op. Bedankt. Doei. Wie wil deze even voor me vasthouden? Ja. Wil iemand deze voor me weggooien? Ja, ik heb. Hey, niet op de grond! Hey. Oh, 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 dat mag niet. Zitten jullie bij Shirley in de klas? Ja. 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 Hebben jullie nog een boodschap voor jullie juf? Nier, pak de microfoon maar. Als zeg iets leuks, krijg je misschien een hoger cijfer dit, okay? Zeg maar. Ik ben trots op onze juf. Ik weet niet waarom. Speech level 100. Ik ook. Nou, dat was leuk. Yeah, en door. Maar die juf is heel streng. Jouw probleem. Dichtbij een echte klant. Nee. Dit komt veel te dichtbij iets groots. Vrede! Wow. Ik ben... Sick. Hij heeft een fucking lichtmasker. Holy wow. Fuck. Sick. Dat is wel heel vet. Nice. Yeah, Halloween. Yeah. Oké, weten jullie wat Halloween betekent? Ik zou het niet weten. Ik ben heel christelijk opgevoed, dus dat heb ik niet meegekregen van huis. Ja. Wat denkt u wat het is? Ik zou het niet weten. Vertel het jij. Is het feest van de doden. Ja, dat klopt, ja. Het is wel een heidens feest, ja. Ja, ze gaan... Waar volgen jullie? Yo! Oké, dus als wij deze kunnen lopen, gaan jullie niet achter ons aan? Loop. Oké, mag ik u wat vragen? Jij mag de dood wat vragen. Yes, ik mag de dood. Wanneer komt hij nou eindelijk? De dood? Nee, mijn snoep. Dat weet ik niet. Oh, heeft u geen snoep? Ik heb geen snoep. Shit. Yes, dankjewel. Oh, Jezus Christus. Als wat bent u verkleed? Als een monster. Ja. Ja, ja. Dat is echt cool. Doe dus aan. Wow, wat is... Wat, huh? Yo. Yo, man. Ja? Thanks voor het snoepje. Heeft u misschien iets waardoor wij ook zo verkleed lijken? Nee, dat heb ik niet meer. Nee? Nee. Heeft u wel een snoepje? Natuurlijk. Yes. Dank u wel. Alsjeblieft. Yeah. Doei doei. Ik hou er niet van. Mag ik? Boys, ik gooi hem. Ik gooi hem om 3. Leuk dit. 1, 2, 3. Dat vind je. Ja, dat zijn mijn sleutels. Ruiden. Godverdomme. Die kinderen hebben me. Ze hebben mijn sleutels. Ik wil die, maar jij niet. Godverdomme. Boe! Dankjewel. Lopen. Andere kant. Oh my god. Ja, I don't like this. Doei! Gaan we ze eruit knippen? Yep. Wat een kutkinderen. Spooky scary skeletons. I don't like this. Ik schrok. Oh, het is schrik me de tuurlijk. Er staat daar dus zeg maar wat in die ruit. Godverdomme, ik vind het doodeng. Klop juist aan. Hou vast. Ik durf niet. Oh mijn god, er komt wat aan de deur. Er is daar wat, er komt wat aan de deur. Er is wat voor de deur. Er staat wat voor de deur. Oh mijn god, er zijn lampjes. Hallo. Happy Halloween. Wij schrokken daar een beetje van. Daar schrokken we er. Nog een snoepje. Tuurlijk. Yes. Dank u wel. Alsjeblieft. Doei. Doei. Die snoepjes waren sick out. Kijk, dan plasticje blijft erop plakken. Smerig.
Heb jij vroeger Halloween gelopen? Ja, man. Ja. Ik was een Batman, jongen. Nou, ik was gewoon Bryson. Ik ben gewoon dik. Nee, dank u. Ik wil niks kopen. Ik wil geen lid worden. Ik wil geen abonnement. Ik wil niet over God praten. Dan... Maar ik wil wel snoep. Motherfuckers, ik vind het doodeng, Vince. Dag, dag. Hallo. Yeah, hallo. Mogen we misschien een snoepje? Dank yeah, wel. We hebben snoep. Dank u wel. Hey, fijne avond. Goedenavond. Hey. Oh nee, moet ik een beeld? Ja, effies. Even. Ja, er lopen nu kinderen door de wijk en het is Halloween en zo. Het is wel leuk, maar weet u wel wat Halloween inhoudt? Wat Halloween inhoudt? Ja, trick or treat is het. Het is eigenlijk een soort dodenherdenking. Ja, klopt wel, ja. Willen jullie? Ja, waarom niet? Ja? Nee, ja, yes, dank u wel. Veel plezier, hè. Doei. Doei. Wat je ook nog echt vet vindt, ja, dat die oudere mensen ook gewoon verkleed zijn. Ja, ik vind dat ook wel cool. Ik wil, als ik oud ben later, kijk uit de man. Stop. Yes, komt goed. Als ik later oud ben, jongen, iets van 20 of zo, ga ik gewoon, met een paar vrienden of zo, ga ik gewoon, wil ik echt gewoon naar Amerika of zo. Ja. Nog een Halloween, man. Ja. Of kerst. Dat vind ik ook leuk. Dan ga ik mee. Als er toevallig een reisorganisatie kijkt die Vince en ik, die Vince en mij naar Amerika kunnen sturen, graag. Wel met Halloween. Want dat is... Wij staan hier goed. En de kerst. En de kerst. Als het werkt, oh, we hebben het item van je welste. Spooky, scary, Scarlet Thomas en Sugar Daniel Spice. Spine. Mag ik wat zeggen in de microfoon? Dan moeten jullie wel van die kant komen. Ja. Hallo, welkom bij Podcat. En vandaag gaan we lekker op straat. Nee, wow, wat moet ik allemaal zeggen, man? Zeg. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe Podcat. Ik ben. D&D, man. Ja. Nou, ik ben samen met Vince en Bryson, dat zijn wij. Vince ja. En vandaag zijn we in de Zanderij Halloween aan het vieren. Zoiets. Oké, is goed. Ja. Nog een keer. Hallo, welkom bij Podcat. Mijn naam is Youssef Chiripeh. En vandaag zijn wij Halloween aan het vieren, maar ik ben aan het werk. Maar mijn collega's zijn Halloween aan het vieren. En dat zijn deze boys. Yes. En hoe is het vanavond? Goed, man. Ja, we zijn echt lekker bezig. Het is wel druk en kinderen en zo. Het is wel vervelend. Hoeveel kinderen heb jij al? Ik heb er al zes. Zes? Geïnterviewd. Okay. Gewoon weer geïnterviewd? Okay. Ja. Nee, ik bedoel... En jij? Hoeveel kinderen heb jij al? Ik heb er zeven. Holy shit. Drie in Marokko, twee in Tunesië en twee gewoon hier in Nederland. Dus. Family. Ja. Oh, dat wil je maar. Yes. Oké, ik moet weer gaan, jongens. Yes. Klanten wachten, hoi. Hoi. Bedankt. Hey, maar wel op YouTube. Hè. Komt goed. Ja. Oké, dit wordt een sprintduel. Zeg, hallo. Hallo. Wat is je naam? Danny van Rijm. Okay. Even was ik bang dat we echt moesten gaan rennen. Ja. En jullie zijn poesies. Nou jongens, wie weet wat Halloween is? Nee. Nee. Allemaal niet feest. Oh, daar heb je die veentjes weer. Ga weg! Heringzooi. Weten jullie wel wat het feest van Halloween inhoudt? Nee. Nee. Jullie waren ook niet met Halloween, jullie waren gewoon buiten aan het hangen. Ja. Ja. Wat is daar de reden achter? Helemaal niks. Oeps, ja. Oh, kut, verkeerde item. Ja, Halloween. Eng hè? Heel eng. Laat ons met rust. Nee, jij moet naar laat ons met rust. Laat ons met rust. Jullie moeten naar die huizen. Laat ons met rust. Jullie moeten naar die huizen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 9! Wij zijn met z'n allen 9! 9 en 10. We zijn hier de kinderen hier zijn gemiddeld 9 en 10. Dit is onze doelgroep. Yeah! Wij zijn de doelgroep! Jason! Nee joh, tering! Sluit hem weg, sluit hem weg! Jezus Christus! Dat ding mij. Jullie kennen allemaal de mannen moeten krijgen. Bruisen is goed. En ik ben weg. Leuk dat je hebt gekeken naar deze podcast. Vince en ik hebben hartstikke gezellig Halloween gelopen. Veel snoep gehad en ik ga nu mijn bek. Doei! Dag! Doei.